Mag je haar maar een klein beetje over de schouder doen? Oh, hartstikke goed, hé. Heb je een goede grote glimlach? Ja, kijk eens. Draaien. Juist, goed zo. Nou, je moet trots zijn, dat is belangrijk. Ja, trots is goed. Dit is fotograaf natuurlijk ontzettend mooi om eens een unieke kenmerken te hebben. En in dit geval dat reëert hier en sproeten. En om dat zo mooi mogelijk deel te zetten. Ik ken een beetje naar beneden nog. Ja, kijk, goed zo. Ja, mooi. Mooi haar, hè? Ja. Ja, vind je niet? Ja. En ik ben daar begonnen omdat ik een keer foto's zag van Ian. Fotograaf die ik erg bewonder hier. En die hier een foto van een jonkie met reer krollend hier en heel soort sproeten. En dacht ik, hey, hoe had hij dat dingen? Dus toen zet ik op Facebook een oproep. En ja, dat ga ik weten. Dit is van begin af aan. Elke post die ik doorga, elke foto die ik plaats, komen er naar je oormeldingen. Dus blijkbaar is het iets wat wel leeft onder de reerdiergen. Hoeveel krijgt hij het van de camera? Een 60 ongeveer. Komen ze allemaal uit Friesland af? Ja, vergrutte part natuurlijk wel. De regio wordt toch steeds vergrutter. Zwolle, Lelystad. Hier komen er een paar die wij nou verder voort uit Zeeland en Brabant. Klein beetje naar achteren. Allemaal. Ja, kunnen heel klein beetje naar beneden. Ja. Nou, natuurlijk toch? Klopt. Van jezelf, oké. Okay. Ja, geen verf aan het komen. En uiteindelijk gaat het toch altijd weer bij mij hoe iets wat uniek is, hè, wat uniek is in de mens. En als er dan een hele soort van dossiers erbij me komen, dan is het toch een heel apart beeld. Nou, ik heb hier een ambitieus doelstel van 400. Dan wordt er uiteindelijk een boek van meisje. En als het jouw 60 hel is, waar zit het dan op? Ik was 120 ongeveer. Ja, ik had 150. Je hoeft een heel klein beetje zo. Je hebt een beetje zo. Ja, goed, super. Dus heb je dan wel even wat te gaan, ja? Ik ga dan heel soort te gaan, ja. Ik ben voorlopig nog net klaar. Nee. Mijn paken zei altijd, hey, rode rakker. En nee, ik heb er op school eigenlijk nooit problemen mee gehad. Dus ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op. Nu is echt recht naar mij willen draaien. Ja. Sint-Wurg is natuurlijk helemaal hip om reed hier te hebben. Als je maar naar de reclame, het is reed hier voor en reed hier naar. Dat wie vroeger roos. Nou, prachtig toch? Ja, vind je mooi? Ja, ik vind het mooi. Nou, sproeten genoeg, hè? De mensen hebben zelfs sproeten op hun lippen. Ja. Zeker mensen die wat ouder binnen, die vrouwen die zeggen van ik wilde vroeger echt persen. Ik hoopte dat mijn benen reed hier kreeg en dat. Dat zit er nou wel in. Dus dan is het prachtig dat ze een open foto zetten meest. En dat ze dan toch weer helemaal grutsk binnen, maar hun reden hier. Kijk eens. Mooi glimlach.